Goedemorgen allemaal, het is donderdag en ik neem jullie vandaag mee in vlog op een andere dag dan normaal, want het leek me heel leuk om vandaag te vloggen. We gaan namelijk naar Walibi. Yay! We hebben nog steeds vakantie, onze huwelijksvakantie. Mocht je niet weten, we zijn getrouwd. En in de vorige vlog heb je een aantal foto's ervan al kunnen zien. Er komen binnenkort ook beelden, maar ik weet niet wanneer. Ik krijg nog steeds heel vaak vragen van wanneer, maar ik weet het nog niet. Ik heb net eventjes een Starbucks gehaald. Ik neem altijd gewoon een Americano, een tall Americano bij het tankstation. Dat vind ik super lekker. En ik heb thuis al eventjes wat kwark gegeten. Sven is nu aan zijn ontbijtje. Wat heb je voor? Oh, je hebt net je mond vol. Wat heb je voor broodje? Oh, een broodje tonijnsalade. Zo ziet het eruit. Yes, een broodje tonijnsalade. Nou, eet smakelijk, lieverd. En wij zijn als kinderen zo blij, want wij houden echt van pretparken. Dus we gaan vandaag gigantisch veel lol hebben in Walibi. We doen een spelletje. Dit was nummer 3, hè? Ja. 3. De 8e auto die we inhalen, die krijgt Sven van mij. 4. Over 2 jaar. En hij heeft net al een hele mooie Golf Plus uitgezocht. Dat was de 9e auto. En deze auto, de 8e auto, die wil hij niet inruilen voor de Golf Plus. Dit is 5. Ja. 5. 6. Nummertje 7. De volgende wordt het. Kijk, dit op die 8e auto geworden. Ben je blij dat je je Golf Plus hebt gehouden? Ja, heel blij. Ja, wat is dit voor auto? Is dat, denk ik, een Opel. Een Opel, ja. Ja. Oké. Nou, Sven, een Golf Plus. We zijn er. Ik heb een van Sven's zonnebrillen op, want ik ben mijn eigen vergeten. Maar kijk hoe rustig het is. Hier staan wel flink wat auto's, maar voor de rest echt weinig. We hopen dat het zo rustig blijft. Oh, daar ben ik. Hi, Ben. We gaan lekker naar binnen. Ja. Wil je ook, lieverd? Nee. Voor de mensen die het nog niet weten, na de vorige keer kreeg ik heel veel bevestigende reacties. Wij vinden mensen in pak, mensen verklede mensen, vinden wij eng. Ja, niet leuk. Dus iedereen die verkleed is in een pak, blijf weg. Maar iedereen die dat ook vindt, even duimpje omhoog of reageer even hieronder. First stop, de oude Superman. En Sven is de swagger look aan het rocken vandaag. Voor één ride en dan ben ik hem kwijt. Ja, oh jee, we worden nu al ingehaald. Ja, hallo. Kijk deze bitches, ze halen gewoon in. Here we go, we hebben gewoon geen wachttijd. We komen gewoon direct door. Zo, we zijn wakker hoor. Ik was even vergeten hoe hard die opsteeg. Ja. Maar we gaan nu navigeren. Ja, zo heb je al de Goliath. Wil je gelijk naar de Goliath? Ja, er staat nu geen wachtrij. Ja, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Gaan we doen. Next stop, de Condor. En we gaan alleen maar in die achtbanen. We gaan gelijk voor de mist in, toch? Ja, meteen klaar na een half uur van huis. Oké, die Condor vind ik officieel helemaal niks. Je gaat achter helemaal met je hoofd tegen die kussens aan. Ik niet. Nee, jij niet. Jij zit echt ramvast in al die dingen. Next stop is de Goliath. En die vind ik wel volgens mij heel leuk. Het is wel heel lang geleden, maar ik heb er zin in. Jammer dat ik jullie niet mee kan nemen, maar dan verlies ik jullie echt, dus dat gaan we niet doen. Kunnen we straks in de auto wel doen? In de auto? In de houten. Oh, in de houten, ja, dat gaan we doen. Hoe vond je de Goliath? Leuk. Leuk, hè? Ja, die was leuk. Ja. Ga je filmen in deze? Heb je beloofd? Ja, maar dat mag niet. Het mag niet. Nee, er staat dat je dat niet moet doen. Er staat niet dat het niet mag. Dan is het goed, dan film ik wel. Ja, je gaat wel filmen. Oké, jullie gaan het zien. In de Robin Hood gaat Sven filmen. Oh, foto, foto!
We hebben even een pitstop met cola en een empanada die we deden. Svenny in zijn element. De arcade. Hier hebben we op geoefend laatst in Utrecht. Kijk, wie dit verzonnen heeft, dat chip twister, die vind ik echt de meest geniale mens ever. Want je plaatst gewoon een aardappel op een stokje, je frituurt hem en je vraagt er 3 euro voor of zo. Dan ben je toch echt geniaal als je zo'n concept kan bedenken. Dit is een nieuwe achtbaan, dan ga je ook ondersteboven volgens mij, onder die rail. Hij draait af en toe om. Is dat wel een lange rij? Nergens staat de rij verder vandaag, dus alles is lang. We gaan nu naar de dokter, maar we moeten hier 1 voor 1. Dat vindt Sven een beetje eng. Ik wil niet zonder jou. Ik ben heel benieuwd. Zo, dat vond ik echt heel heftig. Het is dus neurogenic of zo. Sven is er nog niet uit. Je moet hier dus echt in je eentje in. En ik vond het echt, ja, ik weet niet. Ik vond het wel heftig. Ik ben heel benieuwd hoe Sven er straks uitkomt. Nee, serieus. Wat vond je ervan? Oh, wacht, hij stelt niet scherp. Wat? Wat vond je ervan? Fuck, was dat dan? Ja, echt heel raar. Ja, ik vond het niet zo chill. Ik ook niet, ik vond het heel creepy. Ja, ik vond echt dat ik dacht, wat doe ik hier? Ja, echt? Ik vond het best wel heftig. Ja, ik zou dat niet, nee, ik zou dat niet iemand aanraden. Nee, ik ook niet. Ik was ook echt in shock. Ik ook, ja. En we hebben een hele gezonde lunch. Ik heb een falafel flatbread met frietjes en frietsaus. En Sven heeft een burger met frietjes en frietsaus. En we zijn nog steeds niet uit over die attractie van net. Echt, hoe bizar was dat? Ik vond het echt gewoon niet chill. Ik weet niet of het aan mij ligt. Als jij die attractie ooit gedaan hebt, iets van Neurogen of zo. Neurogenics in Malibu. Wat vond jij ervan? Ik dacht echt dat ik een rondleiding door het menselijk lichaam zou krijgen. Ja, dacht ik ook. En ik kreeg een of andere party gone mad. Ja. Ja. Filmpje te zien. Ja. Echt vreemd. Nee, wij zijn als control freaks vonden dat echt gewoon eigenlijk niet chill. Dus ik zou het ook niemand per se aanraden. En dat je het alleen moet doen is ook gewoon al niet chill. Ik zou er zeker niet een uur voor in de rij staan. Nee, helemaal. Zelfs niet eens 20 minuten. Nee, ik ook niet. El Rio Grande. We hopen dat we niet nat worden. Sterkte. Ik hou me wel vast. De jammer. Ah. Oeh, kijk. Daar ben je camera weg. Oh. Draai. Niet te hard draaien. Oh nee. Sven is heel bang om nat te worden. Jij gaat sowieso nat worden nu. Nee joh. Ja, let op dan. Nee. Jawel. Oh. Nee. Gaat het goed, lieve? Heb je elleboog gezien? Ja. Oh, draai naar de nee. Klein beetje nat. Valt mee. Oh. Hey Svenny. Ja. Ik zie precies een attractie voor jou. Ja! Kijk. De oldtimers. Dat vind ik van ook leuk. Waar zijn ze? Kan je ze zien? Ik weet niet of je ze kan zien. Denk het wel. Wacht, ik ga zo filmen. Dan kan ik makkelijker filmen. Kijk, hoe leuk! Gaan we straks in, lieverd, als ik weer ziek ben. Ja? Svenny is een beetje ziek van alle achtbanen. Ah. Gaan we echt nu hierin? Ja. Ja? Maar ik dacht dat je misselijk was. Ben ik ook. Wow. Daarom had je niks had gezegd al. Ja, dat was een leuke beeld geweest. Hij staat te shake hier. Je bent te zwaar. Echt? Ja, zeker niet meer. Oeh.
Nee, zeker niet. Kijk jongens, gasten langer dan 1,95 dienen op de binnenste stoel plaats te nemen. Sven, hoe lang ben jij? 1,94. Dat kan het wel, hè? Dat kan je wel. Ja, maar ik gok het er niet op. Het mooie is dat Sven dus wel aan de binnenkant moet en ik moet dus aan de buitenkant. Maar dan bungelen echt zo je voetjes naar beneden. Dat lijkt me best wel scary. Maar goed, dat gaan we doen. We hebben het overleefd. Ik vond hem echt heel gaaf. Jij? Ja, het was echt de leukste. Ja, het was echt heel leuk. Echt de leukste. Ik vond het wel heftig dat ik zo met mijn voetjes in de lucht ging. Daar kan ik niet over mee praten. Nee, jij moest weer in binnen, hè? Bob komt. Ja. Er zit dus een soort van iemand in die put en die praat. En die kan ook echt gesprekken met je voeren. En wij hebben nu snoepjes, of eigenlijk Sven heeft snoepjes en ik mag er een paar. Nee. En we gaan als een soort van in de bioscoop kijken naar die man die in de put zit. Dankjewel. Hij spuit dus ook water. Wow. Die man moet toch een fantastische baan hebben, joh. Ja. Jongens, ik heb een vriendje gemaakt. Hallo. Gezellig. Sven, vind je het ook leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, we hebben gelijk ook publiek hiervoor. Zo gezellig. Het is ook een truc om niet te praten. Ja, ja precies. Oh god, moeders praat. Wacht even. Wat is er? Ja, dat kan ik, ja. Wie is er? Wie is er? Wie is er? Water spugen. Ja, dat is goed. Ben je heel ijzend? Nou, dat maakt het allemaal uit. Maar geniaal, joh. Leg oude mensen af. Ik vind het hele plein zo zijn dat. Ik heb al minstens 100 liter water verspild vandaag. Ja, dan kan een heel Afrikaans dorp 3 weken om drinken. Dan heb ik al door het bordje gespoeld hier. Maar voor jouw lol. Hoe heet jij? Hoe? Miri? Eet je Miri? Nou, daar kan ik niks aan doen. Wat is het? Wat was er? Hij loopt over. Groendienst. Gaat eens met mij. Groendienst. Ik wil gewoon tutteren. Gadverdamme, gaat hij nou met z'n klauwen in? Oh, sorry. Oh, is wel lachen. Ga je nou opdrukken? Maar zeg, dat is ook al een tijd geleden dat ik dat voor het afstaan denk. Oh. Deze vent, jongen, je zal zo'n baan hebben. Even serieus. We zitten hier al een half uur op dit bankje te kijken naar die fontein. Het is een beetje rot weer geworden. Dus we wachten even totdat het weer droog wordt. Maar het was wel leuk bij de fontein, hè? Leukste attractie. Ja. Iedereen die heen gaat, daar moet je wezen. Ja. We zijn inmiddels alweer een tijd thuis, maar ik heb niet meer gefilmd in de auto, want ik heb het laatste stuk gereden. Sven die werd niet lekker, of die was nog steeds niet helemaal lekker, die was een beetje misselijk, of door de achtbaan is gekomen, ik weet het niet. Hij heeft dat gevoel ook af en toe als zijn rug heel erg vast zit, of als zijn nek heel erg vast zit. Dus we zien het wel, dus hij ligt nu lekker eventjes op bed, als een echte zieke man af en toe te doen. Doe eens heel hard, Sven. Dat hoorden jullie niet, nee, maar hij ligt nu. Maar goed, ik heb eten voor mezelf gemaakt. Ik heb kipdijfilet met een mengsel van groenten, broccoli en champignonnetjes en tomaatjes. En daardoorheen een beetje pesto. Heel erg lekker.
En voor Sven zit er een pizza in de oven. Die ga ik lekker snijden. Want zieke mannen doen het natuurlijk echt heel goed op pizza. Maar eventjes, het was echt een mega leuke dag vandaag. We zijn er wel achter gekomen. Want we wilden misschien ook een keer met onze neefjes naar Walibi. Maar het is niet echt een geschikt park voor kleine kinderen, vind ik. Er is vrij weinig voor kleine kinderen. Wij hebben ons wel heel erg vermaakt. Achtbanen. Er stond nergens een lange rij. Dat was echt top. En die put. We hebben echt, of put, wat was het? Fontein? Fontein. Het was een fontein. Hij heeft ook Instagram. Fontein Walibi of Walibi Fontein. Ik weet niet. Je hebt het een paar keer gezegd. Er stond niet zoveel op, maar ik vond het wel grappig om even op te zoeken. Ik word ondertussen heel erg overbelicht, want de zon gaat schijnen. Maar dat was echt super grappig. Diegene die die stem is in de fontein, echt zo geniaal. Echt zo ad rem, zo leuk. Dus we hebben echt heel erg genoten. Ik ga nu lekker eten en Sven's pizza even snijden en die aan hem geven. Want ik moet natuurlijk wel goed voor hem zorgen nu. Hoe is het met je boeboe? Wow, ik zie er echt slecht uit. Moet je kijken. Holy guacamole. Wil je wel op de YouTube zo? Ja, maar dan weet iedereen in ieder geval hoe het gaat. Oh, hij is zo ziekjes. Ja. Ja. Maar je bent de beste zwijfie. Nee, je bent wel echt een beetje warm. Ananas. Ja, ik heb hem ananas gebracht nu. Ik dacht, hij kan niet alleen maar pizza eten natuurlijk. En dat wilde ik ook gelijk zeggen, want we hebben dus vakantie. Dus je hebt waarschijnlijk al gezien in de afgelopen vlog, dat we niet al te gezond eten. Maar we blijven wel gewoon onze fruit en groentes eten. Ik probeer het gewoon een beetje te middelen, zeg maar, af en toe. Ik eet gewoon alles waar ik zin in heb. Maar dat betekent ook, ik had net heel erg zin in kip met groenten. En nu heb ik heel erg zin in een sinaasappel. En ik drink gewoon water. Dus zo blijft het toch een beetje gebalanceerd. Maar ik heb geen zin, zoals we hebben ook nog een... Ik heb ook nog een wafel gegeten vanmiddag met chocolade eroverheen. Daar had ik heel erg zin in. En dan vind ik dit in je vakantie, moet je dat gewoon doen. Het is inmiddels al de volgende dag. Maar ik had de vlog helemaal nog niet afgesloten. Dus dat ga ik bij deze doen. Ik hoop dat je hem leuk vond om te zien. Wij hebben in ieder geval gigantisch veel plezier gehad in Walibi. Vanaf de volgende vlog wil ik de Instagram foto's weer laten terugkomen. Dus wil jij dat jouw Instagram foto in mijn vlog zit met een shout-out naar jouw Instagram kanaal. En dat zet ik dan ook echt in beeld. Deel dan jouw foto. Een random foto mag van alles zijn. Hoeft niet per se met gezond leven te maken hebben. Is wel leuk natuurlijk. Maar ik vind genietmomentjes ook altijd heel erg leuk. Of selfies of wat dan ook. Maar deel hem dan met de hashtag OptimaVita of tag mij @OptimaVita in jouw foto. Dan kan ik makkelijk jullie foto's terugvinden en dan zoek ik elke week ongeveer 4 leuke uit voor in mijn vlog. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag in de volgende video. Doei doei!